80 deelnemers aan het Brainstorm toernooi. Zoals jullie allemaal weten ben ik de directeur en dit keer zal ik het allemaal wat rustiger aan jullie vertellen en rustiger alles aan iedereen aan jullie voorstellen. In dit filmpje ga ik mijn staf aan jullie voorstellen. Een van mijn belangrijkste mensen is Jos. Jos is de conciërge, oftewel de alleskunner binnen bij ons. Ik ga hem eventjes voorstellen. Ik weet alleen niet waar hij is, want hij is overal en ergens. Jos! Jos! Ja, dat is er! Dat bedoel ik. Jos, kom eens naar beneden. Stel je eens even voor. Ik ben net zo lekker bezig. Ja. Wat is er nu weer, meneer de directeur? Jos, ik stel je even voor. Naar de kinderen. Aan de kinderen. Okay. Kinderen, dag, dit kinderen. Is Jos. Jos is al 25 jaar conciërge van Brainstorm. Hij met veel plezier, hè? Met veel plezier en hij heeft me beloofd het nog vele jaren te blijven. Ik heb natuurlijk veel meer fantastisch personeel. Eén kan ik u niet aan voorstellen, dat is mijn lieftallige secretaresse. U kent die van het vorige filmpje, die is met de Noorderzon vertrokken. En die schijnt de 23 en 24 april er weer bij te zijn. Maar ja, hallo! Fijn dat jullie er allemaal zijn! Dit is Kim, verantwoordelijk voor alle spijs en drank tijdens Brainstorm. Koffie? Kijk eens, meneer directeur. Alsjeblieft. Nu mijn secretaresse er niet is, moet iemand anders het doen, hè? Lekker bakje koffie. Nou, dat heeft de directeur wel verdiend. Hallo lieve kinderen, zoals jullie hebben gezien is mijn experiment helemaal mislukt. Ik geef jullie een thuisopdracht mee om met jullie groepje hier thuis te gaan experimenteren en hier een mooi experiment te presenteren. En vergeet ook vooral niet de toernooispelen te downloaden van de site. Want daar kunnen jullie natuurlijk ook punten mee verdienen met je groepje en zorgen dat jullie heel hoog gaan scoren. Kom er eens even bij allemaal. En wat zeggen we dan? Tot de 23e!